Hallo, welkom bij deze korte video over het belang van belichting bij de online les. Ik heb nu de setting zoals ik hem normaal heb in de les. Maar ik heb één ding weggelaten. Ik heb de belichting aan de voorkant weggelaten. En je ziet dat ik best wel donker in het gezicht ben, ondanks dat ik achter mij de belichting wat gedimd heb. Ik laat als allereerste even zien wat er gebeurt als ik het licht aandoe. Dat zijn twee stapjes. Daarvoor ben ik even uit beeld, of half in beeld. Dit is het kleine lampje wat ik gebruik. Maar de belangrijkste is aan deze kant, dan begint alles naar beneden te vallen. Nu ben ik al een heel stuk beter te zien. Maar wat nog veel erger is, is deze situatie die nu volgt. Ik heb de webcam daarvoor op een andere locatie gezet, waardoor je naar de kant hier van het venster kijkt. Ik heb de lamellen weggepakt en ik heb een situatie gecreëerd met heel veel tegenlicht. Dit is dus een situatie die je dus niet wilt hebben. Door heel veel licht aan de achterkant te hebben, ben je aan de voorkant heel slecht te zien. Dit is ook weer heel erg lastig communiceren. Bedankt voor het kijken naar deze korte video. Tot ziens!